Ik ben er bijna. Maar nou eigenlijk uh, had ik nog zoiets van. Ik mm, ben toch nog wel uh, wat stapjes uh, verwijderd van realisatie. Dus, uh, dus ik, toen jij mij stuurde vanmorgen. Ik ben wat later. Het is vrijdag na hemelvaart. Uh, ik ben er bijna. Toen dacht ik: Ja, ik ben er bijna. Dat is natuurlijk ook wel gewoon een, ja, een topic. wakker worden, Nick. Oh, je hebt me al aangezet. <laughs> <Ja. laughs> Goedemorgen, grote vriend. Hoe is het? Goed. Ja? ja ik ben er bijna. Ja, jij bent er bijna. Dus, uh, ja, tell me, want ik kreeg dat bericht en toen moest ik denken van, ja, wat is het subject voor vandaag? Nou, ik ben er bijna is misschien wel een mooi subject, of niet? Ja, wat vind je, want wat is dat voor jou bijna? Ja, nou... Ja, ik wilde er uh, uh, heel kort over, over. Het is natuurlijk nu vrijdag. Het is na, de dag na hemelvaart. En ik heb op hemelvaart ik heb een, uh, ik heb een boek geschreven. Willewegen Wagen heet het nu nog. Maar uh, nou ja, goed. Vervolgens uh, zijn we nu met proeflezers aan de gang. En uh, uh, ja, die proeflezers die geven natuurlijk heel veel waardevolle input. En uh, ik dacht dat we er bijna waren. <laughs> en dat zijn we ook. Alleen er moet toch nog wel het een en ander gebeuren om het boek eigenlijk helemaal uh, goed te krijgen. En uh, dat vlak bij de finish zijn, of dat het gevoel hebben van vlak bij de finish zijn, uh, dat is altijd wel een mooi gevoel. Alleen vervolgens van vlak bij de finish naar de finish komen, dat kan soms nog wel eens een hele lange weg zijn. Dus, uh, dus dat is voor mij bijna. Dat je het gevoel hebt van, ja, bijna. Maar soms kan. Uh, 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 het gat tussen bijna en de finish, dat kan soms nog best wel een heel stuk zijn. Dus, uh, hoe ervaar jij dat dan, bijna? Nou, voor mij is het zo dat uh, als ik iets wil uh, afronden, dat ik uh, vaak uh, heel erg effectief ben in het begin. Dus ik kom heel vaak tot een ruwe 90% van wat ik wil bereiken. En dat kan ik echt heel snel doen. En dan dat laatste stukje, dan uh, raakt er iets kritisch in mij. En dan in, daarom gaat het laatste stukje, dat duurt meestal langer. Ja. Dus uh, ik heb mezelf nu aangeleerd om heel snel een concept in elkaar te zetten, mm -hmm. dat dan op te leveren als concept en ja. dan later dan rustig daarnaar te kijken nog een keer, omdat anders dan ga ik dat alles uh, verpesten eigenlijk. Ja. ja, Nou, dat is ook wel uh, bijna is natuurlijk ook wel uh, iets dat je uh, voor jezelf eigenlijk leert om uh, iets wat je aan het doen bent of aan het creëren bent, omdat eerder eigenlijk te delen met je omgeving. Uh, en van daaruit dus al eerder voeding te krijgen. Uh, alleen ja, soms is die voeding die doet soms wel pijn. Dus dat ik, is. Uh, ja. pijn bijna. In plaats van pijn. Bijna. Ja. Dan ja. denk ik, oh man, die, ja, aan de ene kant wil je die voeding hebben en aan de andere kant wil je soms die voeding niet hebben. Want ja, dan denk je, ja, maar dat is toch al hartstikke goed. Maar dan ben je gewoon in je eigen bubbeltje. En juist de kracht van jouw omgeving, ja, uh, die zorgt ervoor dat je van bijna naar een finish komt. Dus op zich vind ik het wel een slimme uh, dat, je, dat je gewoon snel dingen die je nou ja, in je hoofd hebt en waarvan je denkt van nou ik wil dat even creëren, dat je dat ook vrij snel uh, gaat, uh, gaat delen. Want dan heb je die verrijking heb je namelijk in die voorfase. En uh, als je die op een moment krijgt dat uh, je al heel ver bent, ja, dan kan het jouw gevoel zijn dat je uh, er bijna bent. Maar ja, wat ik zeg, dan is de afstand naar de finish eigenlijk nog best wel groot. Ja, maar dat is het. Die finish is eigenlijk niet in zicht. En pas als je, je informatie deelt, dan, dan wordt dat inzichtelijk. Dus de schaamte zeg maar, voor mijn eigen producten, die is eigenlijk compleet verdwenen. Dus als ik een rapport of iets moet schrijven, dan meestal lever ik het ook op als concept. Want als je het als definitief oplevert, wordt iedereen boos. Ja. Maar als je het als concept oplevert, en je zegt: ja, ik heb een concept gemaakt. Je kunt even snel doorlezen, kijken wat jouw input is, wat mijn input is, en dan kan ik het afmaken. Ja, ik merk dat dat me gewoon heel veel tijd scheelt. Ja. Nou, wat wel grappig. Dat is wel een mooie uitspraak van jou. Dat je zegt van ja, de finish komt eigenlijk in zicht. Uh, op het moment dat je eigenlijk gelijk zegt van oké, okay, ik ga het delen. Ik ga uh, ja. uh, het in mijn omgeving brengen. Want uh, als je dat nog niet hebt, dan heb je hem voor jezelf wel in zicht, die finish. En dan is die finish vaak dichtbij. Uh, want, want jij denkt, het is het beste wat ik heb kunnen uh, produceren of creëren. En nou ja, dat, is, dat is dus voor jou is het dan dichtbij. Maar, als je, en dan is, maar dan blijkt dus, omdat je dan gaat delen, dan is die finish eigenlijk nog wat verder weg. Dus als je eerder gaat delen, komt eigenlijk het zicht op de finish, komt al uh, in een vrij vroeg stadium, komt dat uh, tot je. Dus uh, vind ik vind het wel mooi. Ja, zo voelt het ook al, ja. Ja, ah, ja dat, uh, dat klinkt goed. Dus uh, ik ben er bijna, ik ben er ja. bijna. <laughs> Voor mij zijn die fases naar bijna toe ook... Um... Het klinkt heel arrogant. Nou, het klinkt het arrogant? Nee, het is niet arrogant. Dat is ook niet arrogant bedoeld. Maar voor mij is het meer dat als ik dan op een gegeven moment doorheb dat ik het kan, dan vind ik het ook minder leuk. Dus het, het idee dat ik iets niet kan mm -hmm. en dat het ingewikkeld wordt, vind ik leuker dan dat ik denk: oh ja, piece of cake. Ja, echt het stretje van je comfortzone. Ja, de, 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 maar daar voel ik me het meeste thuis. Ja. In dat stuk. Ja. Dus, en dan, uh... Uh, dus bijna, bijna niet goed. Bijna, bijna. Dus uh, ik vind bijna wel. Ja, dus vanmorgen was je, uh, ik ben er bijna. Dat was de finish, was in dit geval jouw kantoor. Hè? Ja, dat, ja. Uh, dat klopt, ja. ja dus, uh, maar die finish die heb je dan natuurlijk wel heel duidelijk voor jezelf in, uh, 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 in het snotje. Dus ja. Uh, uh. Hey, uh, ja, ik denk dat dit hem wel is, Niek. Het is eigenlijk korte, voor mij, of niet? Ja, de vijf minuten, het, is, het is binnen jouw timeframe. Meestal rond vijf minuten beginnen jouw ogen te sperren... en wil ja. je gaan afronden. Maar uh, we zijn er bijna, denk ik. Uh, we, zijn, we zijn er bijna. Nou, we zijn zeg maar, met onze challenge zijn we er nog niet. Dus, uh, maar daar hebben we ook een finish in zicht. Dus dat is op zich ook alweer, uh, wel weer grappig. Waarbij we ook geregeld nu al wat opmerkingen krijgen... van uh, kijkers en luisteraars. Die zeggen van, joh, ga door, ga door. Nou ja, dat uh, uh, moeten we gaan zien. Hè, want dan hebben we opeens... Uh, ons bijna en de finish die wordt opeens weer gestretched. Nou ja, we will see. Maar ik, ik was zeggen, uh, ja? Ja, gisteren was uh, wat had ik nog een, uh, een uh, iemand aan de telefoon en die zei: uh, Ja, ik, ik kijk het dus wel. En hij zegt: Ja, ik, het is gewoon voor mij in heel korte tijd even een stukje inspiratie. Uh, twee mannen die het helemaal nergens over hebben, uh, maar waar ik wel energie van krijg. <laughs> nou ja, dat, 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 dat kan het ook gewoon zijn. En zo simpel is het, ja, toch? Hé, <laughs> hey, grote vriend, ik uh, vind het mooi geweest voor uh, vandaag. Ik, uh, uh, ik ga bijna allemaal andere dingen doen. Dus <laughs> die staan allemaal <laughs> nog op mijn uh, to-do-list. Ik zeg uh, geniet ervan en ik uh, spreek je aanstaande maandag weer. Hé, hey, bye bye hè. Ciao. Hoi.